Yo gasten en welkom bij deze nieuwe video en ik zweer het gasten, jullie zijn echt gek. Ik weet niet hoe jullie dit voor elkaar hebben gekregen, maar 325 likes op de eerste aflevering van Road to Real. Dat gaan we natuurlijk nooit meer evenaren, maar wauw, dat is sick. En dat motiveert me natuurlijk alleen maar meer om meer afleveringen te maken en meer nieuwe spelers te kopen, zoals Diego Lopez natuurlijk. En op rechtsback heb ik die Arsenal rechtsback niet meer nodig, maar ga ik spelen met... Carvajal heet hij geloof ik. Een van de twee gouden rechtsbacks van Real Madrid. Maar die Carvajal is net iets beter, net iets sneller. En volgens mij dezelfde rating, maar Carvajal is gewoon cooler, weet je. Die is die rechtsback die ze van Leverkusen, of zeg ik het nou verkeerd, gekocht hadden. Die was vorig jaar zilver en had een team of the season geloof ik. Maar die is nu naar Real Madrid blijkbaar. En dan moet ik in de eerste wedstrijd tegen een ja, slechte chemistry, prima spelertjes. Beetje dezelfde soort spelers als ik. Alleen gewoon heb ik een betere chemistry. En ik begin gewoon goed. Hier is Morata door. En Morata is zo'n rare speler. Ik snap ook wel dat hij 350 coins waard is. Want hij heeft, ik wilde pas een roulette doen langs de verdediger en ik deed drie keer en er gebeurt gewoon niks. Toen ging kijken, Morata heeft 2 star skills en 3 star weak foot. Wauw, dat is toch, dat is niet echt iets wat het in het typische beeld van Real Madrid, of EA beeld van Real Madrid past. Dat al die spelers al de skills hebben. Nee, dat staat ook nergens op. Maar ik moet maar snel Benzema kopen natuurlijk, want was ook een nadeel. Real Madrid heeft nu 2 gouden spitsen maar, want Higuain is natuurlijk ook weg. Die is naar Napoli, voor de mensen die dat niet weten. Maar dat is... Eigenlijk moet ik zo snel mogelijk Benzema halen, want deze Morata is chill. Hij maakt zijn doelpuntjes, maar dat is wel echt, ik vind dat echt heel triest. Dat maakt een speler voor mij wel slecht. Als je ook, hij heeft ook weinig pace en eigenlijk kan hij niks echt goed. Maar dat is wel een beetje... Oh ja, je hebt natuurlijk ook nog Gerson Rodriguez. Die is nou spits, zo'n zilveren, maar die is echt 60k waard. Dus daar ga ik ook niet aan beginnen. Maar in ieder geval, ik ben lekker gegaan trouwens op FIFA. Want gisteren van de mensen die pack opening gezien hebben, wat ik me wel kan voorstellen. Die kregen ook in één keer bijna 200 likes. Echt, ik zweer het, die supporters is de laatste tijd zo ziek. Maar toen kun je zien voor de oplettende kijkers dat ik 20 winst had, 25 verlies. Echt, ja, dat als je dan, ja, dan moet je echt voor schamen, zo slecht. Maar gisteravond ging ik zo beest met alle wedstrijden van Road to Real en mijn hoofdaccount bij elkaar. Had ik er 12 gespeeld en 11 gewonnen. Wat, een eentje verloren. Maar hoe ziek is dat? Ik vond het zo ziek. En ik was er echt blij mee dat het eindelijk een beetje goed gaat in de game. Maar ik ben wel tot de conclusie gekomen dat pace nog steeds belangrijk is. Want ik speel gewoon met, hoe noem je die twee? Waarom weet ik de naam van Sturridge? Die had ik in die pack trouwens. Sturridge, gelijk erin gezet. Wat? Dat is een van mijn favoriete spelers op dit moment in de Ultimate Team. Ik wil van jullie weten. Wat is jullie favoriete speler die je gebruikt hebt in Ultimate Team tot nu toe? Of FIFA 14? Mine is zeker Sturridge. En ik speel hem met Hernandez. Ook 90 pace in een 4-1-2-2. En dat is gewoon ziek. Ik versloom mijn spelers. Dit spel zijn ook niet zo lenig, weet je wel. Die draaien niet makkelijk overal omheen. Dat doen snelle spelers ook nog steeds gewoon veel makkelijker. Ook al gaat het om lenigheid, ik weet het, maar... Als je snel bent, dat is zo chill. En daarom is Sturridge met zijn 4ste skills ook echt mijn favoriete speler. En dan, nogmaals, wat is jullie favoriete speler? Ik wil het horen. Morata komt hier door in de 83ste minuut. En oh yes, ik ben zo blij dat ik deze erin schoot. Ik werd helemaal gek op dit moment. Ik was gewoon blij, ik wilde gewoon winnen. Ja, want anders zat er een verleiding in. En dat scheelt zoveel, zoveel fitness. Want dat wordt ook een issue op een keer. Maar ik vind die dans die Morata net even kijken al wat van twerken weg. Hè. Maar dat kan aan mij liggen. Maar in de 90ste minuut mist Morata geloof ik nog steeds nog een kans. Alleen, het mocht niet baten, want ik win de wedstrijd toch met 2-1. En dat betekent dat de tweede overwinning ook alweer binnen is. En Morata, man of the match, ook al is hij poep, zoals ik net ook al zei. Dan is het hier, tegen Vitesse logo trouwens. Want dit was nou een irritante wedstrijd, want hij had gewoon een heel Engels team. Wel 3 verschillende kleuren, zoals brons, zilver en goud. Maar als je 100 chemistry hebt, dan boeit dat weinig. Dan is het eigenlijk gewoon zijn skills die ervoor zorgde dat hij verloor, want hij kon er eigenlijk niks van. Hier heb ik een Arbeloa. Koop ik voor, wat was het, 350... coins. Ja, en die ga ik op linksback zetten even voor nu. En ik ga Contrao kopen en die ga ik op linksmid zetten, want zelfs met Bayern München, Real Madrid heeft maar 1 goede linksmid, of 1 linksmid, gewoon 1 linksmid algemeen, want die Gerson Rodriguez, die hebben ze naar spits gehaald, die vorig jaar LM was. En dat is natuurlijk Ronaldo, en ja, die kan ik niet betalen. Dat is op zich wel logisch. Maar deze opstelling die ik nu heb, 4-4-1-1, nu liet ik zien dat ik Contrao op LM zet, volgens mij deed ik het wel, maar met 4 4-1-1 is eigenlijk de beste opstelling voor gewoon de hele serie door voor Real Madrid nu al. Echt gewoon toevallig gedaan om de chemistry aan het begin goed te krijgen. Maar, oh deze goal trouwens, ik zweer het. Oh, ik moet je kijken. Voorzet. Oh, die keeper tikt hem zo op zijn hoofd en die kopt hij erin. Ik werd helemaal gek hier. Oh, dit is toch zo triest. Want dit gaat toch nergens meer over. Maar je gaat zien wat er allemaal gaat gebeuren nog verder in deze wedstrijd. Echt best wel hier OP-heid van de hoge steekbaasjes. Maar 4-4-1-1 wilde ik zeggen. Eigenlijk is dat de beste opstelling voor Real met Ronaldo dan en Di Maria op links en rechts mid. En dan alleen Benzema aan de spits met Bale op CF, want dat is toevallig een CF. En dan op CM kun je iedereen zetten, Xabi Alonso tot Modric, tot weet ik het allemaal, tot de spelers die ik nu al heb staan. En dan de verdediging is gewoon goed. De verdediging is ook goedkoop, hè, want Pepe is 4000 en
Varane is 2.500 of zo. Dus ik kan echt al een ziek centrum kopen nu van Real. Maar kan ik nu al voor het geld dat ik doen. Want ik heb nu ongeveer 10k. Ik ga deze aflevering trouwens niet handelen. Sorry, dat had ik, kon ik nog wel doen vandaag. Het is nu zondag, maar ik moet even van schoolwerk en Feyenoord kijken. En nog andere shit doen. Dus dat is een beetje jammer. Maar het gaat zeker allemaal goed komen. Ik heb trouwens aankomende vrijdag mijn eerste tentamen. En ik heb wel op dinsdag, woensdag, donderdag vrij. Maar ik weet niet of ik veel ga uploaden. Want ik wil natuurlijk de eerste tentamen wil ik goed doen, weet je. Dat wil ik gelijk sowieso voldoende halen en zo goed mogelijk maken. En ik moet nog wel het een en ander doen. Maar zeg je trouwens dat ik Contrao op links buiten zetten? Gewoon op links buiten gezet. Ik denk YOLO en hij maakt hem gewoon ziek. Deze opstelling is best wel goed, want Contrao is natuurlijk gewoon de hele linkerkant kan die bespelen. Dat is zo'n zieke speler in het echte ook wel geweest bij Braga vooral. Maar in ieder geval, deze aflevering is voorbij. Ik hoop dat jullie deze aflevering, ondanks dat hij wat korter is, ook nog leuk vonden. Volgende keer doe ik er weer handel in. En ik ga denk afleveringen lekker lang maken met veel wedstrijden erin. Dat het wat sneller gaat. En mensen vinden dat blijkbaar niet erg. Ik zei, sorry dat die aflevering bijna 10 minuten duurt. En mensen zeggen, chill. Of nee, sorry dat die aflevering bijna 9 minuten duurt. En zeggen mensen in de comments, ik wil liever dat het 10 minuten is. Dat is een prima lengte. Oké. Nee, ik maak de aflevering voortaan misschien iets langer. Maar ik wil jullie bedanken voor het kijken. Laat even een like achter als je deze video ook leuk vond. Of als je Road to Real leuk vond. En ja, ik ga niet vragen voor 300 likes. Dat was echt absurd. Ik ben alweer blij met 150 à 200 likes. Met 150 likes ben ik echt super tevreden. Dus dat gaan we natuurlijk niet weer dubbelen zoals de vorige keer. Maar bedankt voor het kijken en tot ziens.